Hoi allemaal. Het is bijna kerst. Bijna. In ieder geval, kerst zit eraan te komen. En het leek me wel leuk om een aantal snelle, simpele do-it-yourselfs te doen. Die allemaal te maken hebben met kerstsfeer in je huis brengen. Vandaag leek me leuk om iets te doen met kaarsen. Dus, want kaarsen zijn sowieso altijd sfeer. Ik vond dit oude bord bij ons in de kast. En toen dacht ik, als ik daar nou een leuk dingetje van maak met kaarsjes erop en een beetje sfeer. Dus deze had ik al. Dus ik ben even naar de Action gegaan. En daar heb ik vaccinelichthoudertjes gekocht. Om erin te zetten. Kan natuurlijk helemaal in de stijl die jij mooi vindt. Ik heb een tijdje geleden gekocht ik deze glitterende bloemen bij de Wieber. Net als deze linten. Bij de Action heb ik gewoon die kerstballen. En deze kerstballen. Ja, kerst hè. Oh, Mitt is wel vandaag niet op de kamer. Ik moet nog heel veel hoi zeggen. Hoi. Zo, waar was ik gebleven? Oh ja, verschillende kerstballen. Deze zijn ook van de Action. En deze witte. Dus daar ga ik wat mee doen. Je kunt het ook. Oh, ik heb ook bijvoorbeeld ook nog pareltjes. Zoals je ziet hou ik heel erg van wit, zilver, grijs. Maar je kunt natuurlijk eigenlijk alle kleuren gebruiken die jij mooi vindt. Dus laten we snel beginnen. Nou, Mitt en ik zijn even op de grond gaan zitten. Ik heb mijn kerstbroek aan. Nou, mijn idee was om drie vaccinelichthoudertjes. Dus ik doe er alvast vaccinelichtjes in. Ik ga ze nog niet aanzetten, als je met ze met hun neus ingaat. Erin zetten en dan daaromheen een beetje de kerstsfeer te maken. Dus ik pak wat pareltjes. Deze heb ik volgens mij ooit, ik dacht van een Vibra, maar het kan ook de Action geweest zijn. Verschillende maten. Oh. Dit is dol op DIY's, hè, met niet. En dan wat kerstballen. Ik vind dus dat smoky silver ook heel mooi. En met een kat kan ik je aanraden om niet te veel glazen ballen te nemen. Heb ik niet. En kerstballen hebben natuurlijk vaak zo'n tuutje eraan. Dus ik zou zorgen dat je die zo min mogelijk ziet. Kijk, het voordeel van plastic ballen is dat ze gewoon stuiteren. Die leg ik gewoon, die verspreid ik gewoon een beetje over het plateautje. Ik zal hem even zo neerzetten. Dit zijn echt mijn favoriete kerstballen. Met die gekleurde glittertjes. Dat vind ik zo mooi. En een extra. En dan heb ik ook nog deze. Dat is dus met mijn lievelingskleur. Ik heb ook een piek in deze kleur, vind ik heel mooi. Maar dit zijn ook nog een soort matte witte balletjes. Kijk, en ook bijvoorbeeld dit soort lintjes kun je natuurlijk heel makkelijk hier omheen doen. Maar ik hou van strak, dus het moet niet te hysterisch worden. Maar weet je, smaken verschillen. En deze zijn dus wat kleiner. Dat vind ik wel leuk dat je een beetje verschil ziet in formaat. Nou, je zou dus ook dit soort sterren, je kan met roze werken. Maar ja, ik hou persoonlijk heel erg van simpel en strak. Kaarsjes aan. Zo, en dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik zal het nog even een beetje van dichtbij laten zien. Ik vind het echt heel mooi geworden. Dit past echt heel goed in een strak, modern interieur. Maar als je bijvoorbeeld met mooie rode ballen gaat werken en zilveren ballen, is gewoon wat klassieker. Of je kan natuurlijk ook qua theelichtjes, vaccinelichthouders, kan je het natuurlijk anders maken.
Ik vind het echt heel leuk geworden. Het allerleukste is natuurlijk om een heerlijke geurvaccinlichtje in te doen. Ik ga zo meteen naar de IKEA en dan ga ik mijn favoriete vanille geurkaarsjes inslaan. En dan gaan die hier lekker in en dan geeft het ook nog een heerlijke geur. Dus dit is mijn eerste kerst-do-it-yourself. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval super bedankt voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog wilt doen als je het filmpje leuk vindt. En je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is gratis. Dat kan door hier ergens naast te klikken. Of aan het einde van mijn filmpje te klikken. Daar heb ik ook de subscribe button. Sorry, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Oh, duurt maar. Super bedankt nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!